En doe dat lekker allemaal op je eigen manier. Ik geef alleen maar een inspiratie hoe je die kracht in jezelf kunt voelen. En als je dat op een andere manier doet, doe het op je eigen manier. Want er is geen één manier. Dus lekker je ogen dicht als je dat wilt. En ontspan lekker op de stoel of op de bank waar je ook zit. En realiseer je dat de kracht in jou aanwezig is. Het scheppingspotentieel. En dat je elke vorm, alles wat er zich buiten je afspeelt, geluid, smaak, gehoor, reuk, alles wat buiten het lichaam is, dat het op dit moment komt te vervallen. Je gaat met de aandacht aanwezig in je lichaam en je doet het als eerste van buiten naar binnen in je hoofd. Je bent aanwezig op dit moment ontspannen met je aandacht in je hoofd, in het centrum van je hoofd, aan de binnenkant van je ogen. En haal er maar eens rustig en diep adem bij en ontspan bij de uitademing. En met het besef dat jij met je kracht van voorstelling aanwezig bent in je eigen biologische computersysteem en de legitimiteit die je hebt als wezen uit een andere wereld van kracht en liefde en daadkracht, ben je met je aandacht in je hoofd aanwezig en laat je een beeld ontstaan wat jij op dit moment in je leven een belangrijk thema vindt waar verandering, CQ, beweging mag komen. Laat het maar zien in je hoofd het thema waar jij nu beweging wilt. En de gedachte en het beeld dat daarbij opkomt, is een elektrisch circuit in het computersysteem waar je nu bij aanwezig bent. En vanuit het krachtveld besluit je nu dat deze gebeurtenis, dat wat je net ziet, waar je beweging in wilt zien, wordt geannuleerd, geneutraliseerd en je voelt het in je hoofd wegvloeien. Het is weg. Je gaat op dit moment direct met de aandacht naar beneden. Je neemt gewoon aan, volstrekt, dat het gebeurd is. Je gaat met de aandacht naar beneden, door je keel, naar de plek waar je fysieke hart zit en het gedeelte iets onder je hart. En als je wilt, leg je daar je hand neer om de krachtplek van jezelf te ervaren. En besef dat alles wat je doet, dat het komt uit jouw kracht. Dit is het orgaan in je fysieke lichaam wat rechtstreeks in contact staat met een creatieveld waar vandaan jij bent gereisd uit een ander universum en dat jij vanuit het krachtveld je hart deze creatie kunt ontvangen uit een ander universum wat dwars door deze werkelijkheid heen loopt. En dat je op het moment dat je nu met je hand op je hart de nieuwe creatie laat ontstaan, wat in de plaats komt van datgene wat je net hebt geneutraliseerd, dat je dat ook insluit in je hart met warmte en zelfrespect. Laat het maar binnenkomen. Laat maar zien wat een nieuwe creatie is. Maar kijken welk gevoel je dat geeft. En besef op dit moment de verbinding met je creatieveld. Je neemt deze nieuwe creatie mee, denkbeeldig omhoog door je keel naar je hoofd. Je bent op dit moment zelf aanwezig in je hoofd en je ontvangt de creatie vanuit je hart. En je voelt het op dit moment aan het werk in je hoofd. Je bent met je aandacht aanwezig in je brein. Schenk het cadeau van de creatie wat je zelf hebt gecreëerd. Schenk het aan je brein.
Alsjeblieft. En bij de in- en uitademing zul je ervaren dat dit cadeau zich verspreidt vanaf het hoofd, helemaal door het lichaam, in elke cel, tot aan je voetzolen. Op dit moment is elke cel in je lichaam op de hoogte van de nieuwe creatie. Hart, brein, lichaam. Dan doe je oog open. Deze techniek is de basistechniek van oorspronkelijke creatie en manifestatie. Wat wij doen is met een enorme kracht vanuit het hart, een nieuw neurologisch signaal vanuit het hartbrein brengen naar dit brein hier. En zo kun je rustig alles opheffen, neutraliseren kun je het ook noemen. En je kunt heerlijk de nieuwe situatie uitnodigen. En als je dat nu ook nog eens doet vanuit een diep ontspanningsmoment, dat je hersenenstaat golf ook nog in een rustige frequentie komt, uit het denken. Als je het dan ook nog eens doet vanuit het grotere besef dat je uit een andere werkelijkheid komt, dus je vliegt dit niet aan vanuit je persoonlijkheid. Je gaat er heerlijk in, dan zul je merken dat je trauma kunt oplossen, dat je vrij kunt komen van programmering in de mind die helemaal niet van jou zijn. Je kunt alles doen wat jij mag doen. En jij mag alles doen, want jij bent een kind van de bron.